het is weer tijd om te werken. Goedemorgen. Aloha mensen. Het is nu, even kijken, 3 uur uit mijn hoofd. En ik moet je eerlijk bekennen dat, dat het filmpje van vanmorgen op werk, dat van gisterochtend was. Ik was vanmorgen niet om 7:15 begonnen, maar om 7:45 was ik op werk, volgens mij. Ja. En eigenlijk was ik pas om 4:15 vrij vandaag, maar het was vet rustig op werk. Dus ik mocht eerder weggaan en dat was om 12:30 zoiets, 12:30. Ik naar huis en toen heb ik even een vlog online gegooid en ik ga nu dus even naar de stad met Jasmine. Yes. Okay, let's go to the city. Ik ben nu met Jasmine aan het chillen op het terras van Las Rosas en in de stad. Ik liep net in de stad en er waren van die vieze grote nasty beesten en die zie je als goed is hier zo op de grond. Ik weet hoeveel al. Hier zie je op de grond al die vliegjes, gadverdamme. En ze zitten in mijn haar. Het lijkt een mier, vliegende mier. En ze zijn echt zo groot en ze vliegen overal rond. Oeh. Echt vies. Echt nasty. Ze gaan nu gewoon hier chillen. Ze zijn van niet gegeten. Het kind is net wakker. Even serieus. Dus zij gaat eten en even een drankje doen. Ik ben heel goed begonnen afgelopen dagen. Deze chick heeft nog niet gegeten. Dus zij heeft een broodje carpaccio besteld. Man. Hier thuis te chillen. Weet niet wat we moeten doen. Gewoon vrijdagavond, ja. Ik weet niet. Lekker Pretty Little Liars kijken. Woe, love it. Yay. Deze freaking scène is echt eng. Oh, ze is echt freaky. What is happening? Ze is eng, man. Kijk aan. Kijk eens wie erbij is gekomen, Nicodemus. Amaya. En Nicodemus die heeft voor ons even patat gehaald. Vet lief. Amaya. Yay. Alleen het ging niet helemaal goed met bestellen, maar nu hebben we heel veel patat, dus dat scheelt. Een papiertje. Ja, maar maakt niet uit. We gaan lekker eten, we hebben honger. Het is 7:45, zoiets denk ik. Is het 7:15? Oh nee, het is 8:45 alweer. Wow, het is 8:45. En we zijn nog lekker Pretty Little Lies aan het kijken. En we zijn nu aan het chillen, Tori Kelly aan het luisteren. Echt, Tori Kelly, jij bent echt de baas, jongen. Zij is echt baas. Wow, I love her. En we zijn al klaar met serie kijken. Het is 10:30. Dus we gaan gewoon lekker chillen, lekker luisteren naar deze prachtige stem. Het is 1 uur, het is droog en we gaan lekker snel fietsen, want ik moet deze chick naar huis brengen. En Assen is ook aanwezig. Oh, ik zie hem. Die komt net van de bruiloft, dus ik ga eventjes nu. Goedemorgen. Jasmine naar huis brengen. Nicodemus, waar ben jij? Ik heb even mijn witte jas aangedaan. Het is toch best wel fris. Oké, ik ben alweer terug. En het bleef maar doorregenen. We dachten dat het gestopt was, maar dat was het dus niet. Zie je hoe soaked het is? Wow. Het gaat zelfs door mijn jas heen, dat ik het gewoon op mijn armen voel. Het voelt echt vet zwaar. Wow. Dit jas voelt echt zwaar nu. Nou, ik hoor dat ze binnen bruilofts aan het kijken zijn van mijn zwager en mijn zus. En dan net als stukje dat we die festival deden. Kennen jullie die dans nog? Nee. Dat is niet. Deze hebben we echt 3 dagen van tevoren geoefend met, met familie uit huis en familie uit Zwolle. Echt vet leuk om terug te zien. Ja, volgens mij staat hij op YouTube, denk ik, dit stukje. Moet je maar even op YouTube kijken, Tekoa en Malati, moet je wel intikken. Leuk. Rogama die heeft zin om te eten, dus we gaan even McDonald's halen. En wie moet er rijden? Alicia, ik weet alleen niet welke knop het is. But I don't mind driving, you know.
Oh ja, ja. We gaan even lekker Mackie halen. Late night snack. Nou, het is alweer de volgende dag. Het is nu, even kijken, 11:45. En ik wacht op Rogama en Ghaniel voor het eerst dat ik op tijd klaar ben. Die, om te gaan ontbijten in de stad. Ik vind het echt een hele prestatie. Ik ben gewoon als eerst klaar. Meestal moeten zij op mij wachten. Wie belt nu? Anoniem, ja dag. Nee, mensen die anoniem bellen, ik pak niet op. Kijk haar met één hand in parkeren. Kijk dan. Lekker G. Ja, ja. Heel netjes. Ik heb voor dit gekozen. Heel wat anders dan ik normaal zal nemen. Dit is gegrilde groente met een of ander gesneden brood. En jij hebt zalm? Zalm. Broodje zalm. En ik heb een verse munthee. En deze meneer heeft tomatensoep, want die wil straks bij de Vito's verder eten. The struggle is real, mensen. The struggle is real. Het ding is echt keihard. Korst. Nou, ik vind het niet leuk. Ik wil niet eens meer eten, man. Ik word hier echt chagrijnig van. Wat is dit voor iets? Dus je hebt het hele broodje ontleed. En we gaan nu eindelijk naar reizen toe, naar de verjaardag. Het is 6:03. En ja, we gaan naar de verjaardag. Het is echt vreselijk weer, joh. Het is echt niet normaal. Allemaal takken. Ik ging net Jasmine ophalen van werk en Nico. En er was allemaal bomen laag op de grond. En takken en zo. Dan denk ik aan Amsterdam bijvoorbeeld. Daar is het nog erger, want daar is code rood. Dat is hier niet volgens mij. Hier is volgens mij code geel of zo. In ieder geval, het weer is echt... ja, niet echt best vandaag. Soto time! Ham, ham, ham! Ik ga even hakken. Zo. We hebben waarom al geweest, hè? Thanks. Dit is natuurlijk erbij. Ik lag overheen. Hier is het. Lekker! Allemaal worstjes en zo. Het is heel erg donker, maar we zijn nu weer onderweg naar huis. Van de auto ben ik in een andere omgeving. Bij familie... Hi. Oké, bij Chicks. Ik was wel heel snel. Ik ben ziek. Ik ben bij hun thuis, bij hun vakantiehuisje. En het is een spontane logeerpartij. Ik ga hier slapen. Yay! Hey. En we gaan naar film kijken. Welke film gaan we kijken? The Love is Right. Oh ja? Yeah. Ja! Yay! Die wil ik nog graag zien. Gaan we lekker huilen en dan... Oké, we gaan lekker slapen. Yes! Oké. Nou, let the games begin. Let the games begin. Let the Hunger Games. Let the movie begin. En yes, ik ga ook afsluiten deze bedoeling. We gaan starten deze film en we gaan eindigen deze vlog.
Dus ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Like, deel en abonneer. Tweet. Een beetje. En ik wil graag een beetje, ja. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Waarschijnlijk... Tot de volgende keer. Woensdag? Uit mijn hoofd? Of vrijdag? In ieder geval, tot de volgende vlog. Bye bye. Bye bye.